Ja, en dan zou ik dus de deur uit moeten voor een theaterwandeling door de stad over het leven van Rembrandt. Ja, ik denk niet dat dat hem echt gaat worden. Ik hou van wal,
vertrouwen. Mijn hart is veel te groot, mijn hart is veel te groot. Maar één kan ik maar trouwen, en daarom trouw ik niet. En daarom trouw ik niet. Ik hou van alle ogen, ik kijk er naar in, ik kijk er naar in.
eerlijk zijn, wij hebben 10 jaar geleden precies, hebben we hier gestaan met 8 mensen. Dat was niet zoveel, daarna werden het er 30, vervolgens 100 en in ons gloriejaar 2006, ik bedoel zijn gloriejaar, maar ons gloriejaar ook een beetje, waren hier wel een paar duizend. En sterker nog, op de Nederlandse televisie werd het rechtstreeks uitgezonden en er hebben er honderdduizenden gekeken. Dus dat was ons moment van glorie. Dus alles bij elkaar hebben we al heel wat doorgemaakt. In dat licht gezien is het eigenlijk maar triest dat we hier met 25 mensen staan. Daarom is het zo fantastisch. Oh, er komen er nog meer. Heer, er komen er nog meer. Daarom is het zo fantastisch dat u hier bent. Oh, Joost Blee. U moet zichzelf beschouwen als een diehard. Als u met dit weer deze kant op komt en Rembrandt komt eren. En kijk, Michiel van Westering is er ook. Hoe is het mogelijk, Michiel? Dan is het een en al waardering wat wij, Ben Walekamp en ik, voor jullie hebben. Absoluut. Maar we wilden het even over iets anders hebben, iets serieuzers. Want wat is er aan de hand in Nederland? Ja. Wie is die halve Zijlstra in godsnaam? 200 miljoen bezuinigen op kunst en cultuur. Dat kan toch niet waar zijn? Dat betekent dus in Leiden dat even los van allerlei muziekgezelschappen, dansgezelschappen, theaters, maar ook musea zelfs, het hart te verduren krijgen. Dat Boerhaven 700.000 euro voor het einde van dit jaar moet ophoesten, anders hebben ze een echt probleem. Nou, daarvoor moeten wij met z'n allen toch echt in actie komen. En dat vraag ik mede namens Dirk van Delft, de voorzitter, die toch nog op de toetsenbord kon gelukken. Dus dat is hij dan ook nu aan het doen. Dus Dirk, bij deze, ik heb het gezegd, en belangrijk is dat we... Ik wil wel een muziekje horen. Heb jij iets geconcludeerd, Michiel? Mag ik een romantisch stukje? Nee. Romantisch? Je mag nu iets zeggen. Ja, romantisch stuk. Mensen, ik vind het geweldig dat terwijl de regen drupt, et cetera, dat jullie hier allemaal zijn. En dat vind ik eigenlijk nog belangrijker. Een soort van warmtegevoel wat ik dan heb met al die paraplu's bij elkaar. En daar toos ik op. En vooral op de toekomst. Proost, Michiel. Nou, kijk. Oh, dan gaat het gebeuren. Dames en heren. Kijk, u roept mij Salve Zijlstra. Hier ben ik. Welkom. Dit zijn mijn woorden. Ik heb niks met kunst. Kunst is geen vakgebied. Dat mijn mama mij durfde te baren, dat is kunst. Kunstenaars zijn subsidieafhankelijke sukkelaars die niets van de 21ste eeuwse markt begrijpen. Boe! Ik heb van het mysterie mensen daar in een boot zitten die mij met één oogwenk kunnen helpen. Met het bezuinigen. Want bezuinigen, dat moet. En bezuinigen, dat doet pijn. Maar nu is het tijd om een einde te maken aan de Nederlandse kunsthistorie. En daarmee ook de huidige kunst en alles wat ertussen zat. Niemand is veilig. Ook Rembrandt niet. Bezuinigingen doen pijn. En daarom doe ik het niet zelf, maar heb ik mijn mensen daar voor me. Ik heb zelf niks met kunst. Ik lees af en toe een boek, maar dat was het. En deze man is al lang dood. Hij verdient geen geld meer. We hebben kunst nodig dat geld verdient. En anders is het per definitie geen kunst. Deze mensen gaan mij helpen aanschouwen het fusilleren van Rembrandt. Mannen, klaar! Beetje voorzichtig met die kransen, jongens. Hartstikke duur. Gereed om te schieten. Okay.
ja, ja.